Dat was georganiseerd in de oudheid. Je kunt verschillende bestuursvormen noemen en deze kort uitleggen. Je kan de Atheense democratie beschrijven en verklaren waarom deze bijzonder was. Je kan het verschil tussen mythologisch en wetenschappelijk denken uitleggen. En je kan verklaren waarom het wetenschappelijk denken juist in Griekenland ontstond en er 3 voorbeelden van geven. Het kenmerkaspect dat centraal staat in dit filmpje is de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgers en politiek in de Griekse stadstaat. De periodisering is van 850 tot 500 voor Christus en we zitten in de periode van de oudheid, de tijd van Grieken en Romeinen, die duurde van 3000 voor tot 500 na Christus. Technieken waar we het in tijdvak 1 over gehad hebben, het Griekse vasteland. En op dat moment beginnen er eigenlijk dorpen te ontstaan in die Griekse wereld, in Griekenland, waar eigenlijk naar de rand uiteindelijk stadstaten ontstaan. En die stadstaten, in het Grieks polis, enkelvoud of polis, meervoud genoemd, die gaan uiteindelijk Griekenland als het ware voor, of eigenlijk beter gezegd, de Griekse wereld. Want in die Griekse wereld was handel een heel groot belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. En dat had vooral te maken met de geografie van Griekenland. Zoals je op het kaartje hier rechts ziet, zie je eigenlijk dat Griekenland heel veel berg heeft en maar heel weinig eigenlijk lage landbouwgebieden waar makkelijk landbouw bedreven kan worden. En in al die gebieden ontstond allemaal eigenlijk dorpjes uiteindelijk die polis, die stadstaten uitgroeiden. En daardoor moesten die met elkaar handelen om toch ervoor te zorgen dat ze eigenlijk voldoende voedsel hadden en voldoende andere producten hadden. Want ze hadden zelf dus niet genoeg ruimte om die allemaal te verbouwen. Nou, doordat die handel noodzakelijk was, beginnen er al vrij snel ook kenmerken te ontstaan door de uitwisseling tussen die verschillende stadstaten van een Griekse cultuur. En dat zien we bijvoorbeeld terug in dezelfde taal die ze in die tijd allemaal spraken, ook al waren ze al verspreid over elkaar. Dezelfde bouwstijlen waar we het over gaan hebben in een volgende uitleg. En ook dezelfde goden, hetzelfde pantheon, dezelfde goden die ze eigenlijk dus vereren. En ondanks dat er dus ook heel veel overeenkomsten waren van tussen de Griekse stadstaat, de Griekse polis, waren er ook grote verschillen. Want iedere polis had dus ook zijn eigen bestuur en zijn eigen wet en zijn eigen rechtspraak. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een andere bestuurder had in de stadstaat Athene dan in de stadstaat Sparta, de polis Sparta. En daardoor kun je veel beter spreken van Hellas, de Griekse wereld, in plaats van Griekenland. Omdat dat eigenlijk laat zien dat het verschillende gebieden zijn die met elkaar eenzelfde eenheid eigenlijk uitstralen, zonder dat ze daadwerkelijk een eenheid zijn onder leiding van één koning of één leider. Dus Hellas, de Griekse wereld, is daar een beter om het als je in deze periode hebt over de oude Grieken te spreken. Nou, de Griekse polis dan, die hadden natuurlijk allemaal hun eigen, denk ik wat ik al zei. Hun eigen bestuur, hun eigen rechtspraak, hun eigen wet, hun eigen gebruiken. En op het kaartje daar rechts zie je dus ook weer de belangrijkste polis eigenlijk ook weer weergegeven. Maar er waren nog steeds veel meer dan hier beschreven zijn. Nou, de meeste van die polis, dat waren monarchieën, monarchie. En dat betekent dat ze bestuurd werden door één koning, die als je eenmaal overlijdt, zijn zoon, zijn erfopvolger aanwijst, wie dan volgens de volgende koning gaat worden. Sommige polis waren ook een aristocratie, waarin een groep edelen de baas was, en die bepaalde eigenlijk wat er gebeurde. Dus had je eigenlijk altijd wel een grote groep machthebbers eigenlijk, of één machthebber met een wat aantal lagere mensen om hem heen die hem hielpen met het bestuur, die op die manier dus eigenlijk ervoor zorgden dat stadstaten bestuurd werden. Maar dat was niet voor alle polis allemaal hetzelfde. Want er was ook één bijzondere polis, of in ieder geval polis met een bijzondere bestuursvorm, namelijk Athene. En Athene is, wat ik net al zei, dus een bijzondere polis. Want Athene had een best wel bijzondere geschiedenis ook qua ontwikkeling, qua staatsvormen. Want lange tijd waren ze dus een aristocratie. Wat betekent dat ze dus een groep edelen bestuurd werden. Maar uiteindelijk was er een van die edelen die met geweld de macht wist te grijpen. En vervolgens dan ook spreken we niet meer van een aristocratie, maar van een tiran. Iemand die met geweld aan de macht gekomen is. En dat gebeurde in de Griekse wereld ook wel. Er was één iemand die de baas was. Het lijkt een beetje op een monarchie, maar het verschil is bij een monarchie dus dat daar iemand via erfopvolging, dus van vader op zoon, de macht heeft. En bij tirannie is één iemand de baas, omdat hij met geweld de macht gegrepen heeft. Maar in Athene zien we dan eigenlijk wel ontstaan dat er steeds meer welvaart begint te ontstaan. En door ook het werk van filosofen, waar ik daar nog even op terugkom, begint het idee te ontstaan dat meer mensen mee moeten kunnen beslissen over het bestuur. Zij krijgen eigenlijk in Athene, dat ze best wel goed opgeleid zijn, nou ook scholing krijgen, het idee, hey, misschien moet er wel een vorm komen waarin dus het volk en de mensen dus van Athene wat meer te zeggen hebben. Nou, de tiran die toen in de macht was, die werd verdreven. En vanaf dat moment zijn de burgers van Athene de baas. En dan spreken we van een democratie. Van het woord demos, wat volk betekent. En democratie is regeren. Nou, bestuurd door het volk.
En dan moet je wel even beseffen dat het niet per se alle mensen waren. Het waren vooral de burgers die aan de macht waren. En die bepaalden dus ook eigenlijk wie er aan de macht was. En de burgers waren altijd mannen die al 5 jaar in de polis woonden. Dus vrouwen, slaven, die mochten allemaal niet meebeslissen in die Atheense democratie. En wat nog een stukje belangrijker was, was dat ze in de Atheense democratie direct konden beslissen. Dus waar wij bijvoorbeeld nu in Nederland mensen kiezen die voor ons het land besturen, moesten de mensen in Athene om de zoveel tijd naar de Acropolis komen om daar te bepalen wat er met het bestuur moest gebeuren. Nou, en om te voorkomen dat nu één iemand in die groep daar te veel macht zou krijgen, bijvoorbeeld hè, andere mensen voor hem liet stemmen, omdat zijn besluiten doorgevoerd werden, was er ook een scherven gericht, een ostracisme, wat ze bedacht hadden. En door het ostracisme, waar je dus rechts onder een foto van ziet, daarin mochten eigenlijk alle burgers samen, anoniem, konden ze dan hun naam in een stuk in de scherf krassen, vandaar de naam scherven gericht. En als die man, die er vaak genoemd die naam werd, verkozen werd in die zin, via die scherven die op gestemd werd, dan werd die man voor zoveel jaar verbannen uit Athene. En op die manier kon dus nooit één iemand alle macht krijgen en was dus de democratie eigenlijk voor zichzelf, voor zichzelf in bescherming gebracht. Dat er nooit weer een tiran zou komen en dat dus die democratie bewaard zou blijven. Nou, naast die bestuursvormen hebben die, moet ook wel weten natuurlijk over dat wereldbeeld van die Grieken. En die Grieken die hadden wat we noemen een polytheïstische godsdienst. Wat betekent dat ze meerdere goden vereren. Want polytheïsme, dat betekent poly is meerdere en theïsme is verering. Dus ze vereerden meerdere goden. Nou, die zullen meestal wel bekend zijn. Hè? Goden als Zeus en Artemis en Athena en Poseidon. Die zijn natuurlijk allemaal bekend vanuit verhalen en dat soort zaken. Maar wat we dus ook heel zien bij die Griekse goden, is dat die goden ook vaak menselijke eigenschappen hadden. En dat was voor die Grieken, die oude Grieken, natuurlijk wel een soort voorbeeld van, kijk even, die goden zijn net zoals ons, maar als zij dus een fout maken, dan heeft dat veel grotere gevolgen. Nou, en al die verhalen die zij daarover vertellen over die goden, die maken dat zij een mythologisch wereldbeeld hebben. Want die goden die zorgden eigenlijk voor eigenlijk alles wat de Grieken overkwam. Dus natuurverschijnselen, was er een storm op zee aan de hand, dan zou het kunnen zijn dat de god Poseidon, de god van de zeeën, boos zou zijn. Was er oorlog, dan had je misschien te maken met Ares, de god van de oorlog. Nou, maar ook dingen als ziektes, een goed huwelijk, hoeveel kinderen je kreeg, dat moest je allemaal met de goden moest je daarvoor bidden. En dan kreeg je dus bijvoorbeeld daar meer kinderen of wat dan ook. En als je dan toevallig niet meer kinderen kreeg, dan had je waarschijnlijk aan de goden boos te maken. En op die manier proberen die oude Grieken dus met mythen, met verhalen, hun wereldbeeld te verklaren. En die mythen die zijn eigenlijk ook centraal in dat hele wereldbeeld. Want die bepalen dus eigenlijk hoe ze die wereld kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld de mythe van Troy, hè, waar op een gegeven moment ook de goden mee zouden gevochten hebben tussen de oude Grieken en de Trojanen. Maar bijvoorbeeld ook de mythe van Hades en Persephone, waarin eigenlijk een uitleg wordt gegeven waarom het dus seizoenen zijn. En waarom er dus bijvoorbeeld ook dingen groeien in de lente en de zomer en doodgaan in de herfst en de winter. Die mythe moet je maar eens opzoeken, is een mooi verhaal ook. En dat we eigenlijk ook zien dat die Grieken daar proberen dus te verklaren waarom dingen gebeuren. Nou, voor de meeste Grieken was dat mythologische wereldbeeld eigenlijk wel leidend. Maar dat was niet voor alle Grieken het geval. Want je had namelijk ook Griekse filosofen. En die Griekse filosofen die zijn eigenlijk mensen die gaan nadenken over verschillende zaken. Nou, hoe is dat eigenlijk kunnen ontstaan? Dat kwam voornamelijk doordat die Grieken heel welvarend waren. Die Griekse wereld, die Hellas, die was heel erg welvarend op den duur. En was ook een voorbeeld voor heel veel andere volkeren die rondom het Middellandse zeegebied woonden. En door de Griekse welvaart ontstaat dus ook ruimte om met andere zaken bezig te houden. We hoeven niet heel erg bezig met voedsel of te handelen, maar kunnen bepaalde mensen ook met andere zaken bezighouden. En sommige van die Grieken die goed opgeleid zijn, die gaan dus eigenlijk over alles in de wereld gaan die proberen na te denken. En die mensen, filosofen, want het woord philo, dat betekent hè, dat je ergens van houdt. En sofe is wijsheid, sofie. Nou komt daar ook vanaf. Filosofie betekent dus houden van wijsheid, houden van kennis. En filosofen die gaan dus eigenlijk zorgen wat we noemen een wetenschappelijk wereldbeeld. Dus die gaan niet proberen alles te verklaren met bijvoorbeeld die mooie verhalen van de Griekse goden, hoewel die voor hen ook wel een rol bleven spelen. Maar zij gingen dus nadenken, proberen door basis van observatie en door experimentjes uit te voeren, te kijken hoe ze dus de wereld kunnen verklaren. Nou, een aantal filosofen zie je hier dus ook genoemd, misschien dat je ooit van gehoord hebt. Hè? Pythagoras, de vader van de wiskunde. Archimedes, de bedenker van verschillende natuurkundige wetten. Hippocrates, de vader van de geneeskunde. Waarbij bijvoorbeeld vandaag de dag nog steeds verplegers en dokters de eed van Hippocrates moeten afleggen.
En bijvoorbeeld door Socrates en Plato en Aristoteles, drie van de grotere filosofen. En Socrates en Plato denken vooral over bestuur en politiek. En Aristoteles vooral bekend over het denken over wat goed is, de ethiek, zo gezegd. Nou, en die filosofen die gaan dus eigenlijk het begin vormen van het wetenschappelijk wereldbeeld. En die mensen die zijn zo eigenlijk indrukwekkend, wat ze bedacht hebben, is zo goed over nagedacht, zo gezegd, dat het eigenlijk lange tijd een voorbeeld is en soms zelfs tot vandaag de dag invloedrijk is geweest. Filosofen als Socrates, Plato, Aristoteles, die worden tot de dag van vandaag worden hun werken nog gewoon gelezen. En bijvoorbeeld dan zei hij, die eed van Hippocrates of de stelling van Pythagoras, die zijn tot vandaag de dag gewoon waar gebleken. En dat had dus zien dat die Grieken best wel eigenlijk goed bezig waren in die tijd. En dus ook een hele grote invloed hebben gehad op ons wereldbeeld en hoe wij daarnaar kijken vandaag de dag.